is vandaag donderdag en vandaag komt Suus, de zadelmaker, het zadel nakijken wat op Atos ligt. Zo, we zijn nu bij Atos beland en het is nu Atos' beurt om zijn zadel na te kijken. Atos rijdt onder een Amerigo. We gaan Atos' rug palperen. Gaan we kijken wat de spierspanning is op zijn rug. Hetgene wat bijzonder is bij Atos is dat hij met de vorige keer en nu enorm gegroeid is. En enorm is toegenomen in massa, in body massa, maar ook in hoogte. Dus, en hij is nu ook wat meer overbouwd dan de vorige keer dat ik hem zag. Dus hij is heel erg aan het schommelen. En wat ook heel erg belangrijk is bij de Friese paarden, je ziet het al, hier ook, hoe breed zijn schoft is. En die heeft echt dit nodig. En als ik nou bijvoorbeeld mijn hand op een KWPN ga leggen, dan heb je dit. En dat is eigenlijk het meest waar de meeste Friezen op stuk lopen. Ik ga even het zadel halen. Heel belangrijk is dat hij ook achter de schouders ligt. Die mooi aansluit op de rug. En dat hij mooi de ruglijn volgt. En de ruiter mooi in het midden zit. Dus dat de balanspunt goed is. Of wat je ziet bij Atos is dat hij lichtelijk naar rechts helt. Dus links en rechts moet weer gelijk gemaakt worden in de vulling. En het naar rechts hellen, dat kan in samenwerking zijn, dat kan komen door de ruiter, maar het kan ook komen door het paard. En het kan ook met elkaar in verband staan. Dus dat de ruiter iets meer druk legt op rechts, of dat het paard meer rechts minder aanspant. En nou wordt het tijd om op te vullen. Gaan we weer mooi maken en dan kan Atos er ook weer tegenaan. Nou, het zadel van Atos is weer mooi netjes, mooi recht, mooi in balans. Schof ligt er weer mooi vrij, ruiter zit weer mooi in het midden. En nu kunnen ze er weer tegenaan, samen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en het wordt een leuk pittig ochtendje. Als eerste ga ik nu met Karsmin naar de dierarts voor controle voor zijn rug. En ik ga dus ook voor het eerst alleen met het wagentje weg. Ik doe heel stoer, maar mijn hartslag zit tussen mijn oren. Misschien nog wel verder. Ik heb natuurlijk Karsmin zijn papieren mee. Oké, ik ga Karsmin op de trailer. Trailer, op de wagen zetten. Nou, buiten dat ik het gewoon natuurlijk spannend vind voor Cas ook, hè? Want ja, het is natuurlijk waarschijnlijk niks, maar ja, het is toch even spannend. De laatste hand. Hoe is het eigenlijk met zijn bult? Nou, het is wel minder. Ja. Daar staat hij. Het beest. Oké, Kasi. Komt er maar op. Braaf paard. Let's go. Hij zwaait. Het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik vond het ook serieus nog wel leuk. Ik heb gelijk al geboekt. We zijn weer onderweg naar huis. Dat is een beetje slaperig. Ik ga jullie straks inlichten over wat de dierenarts allemaal zei. Ik ben blij, dat zien jullie aan mij. Ik ben vooral een soort euforisch dat ik dit gewoon gedaan heb. Dat ik gewoon met die wagen gereden heb naar de dierenarts en weer teruggereden heb. Geparkeerd heb, gedraaid heb, voor het stoplicht gestopt ben. Ik moet hier even, ik moet dit gewoon, dit moment ga ik even nemen. Hallo. Voorzichtig. Goed zo. Jussie en ik zijn al helemaal mooi strak in pak, want we gaan vandaag hele mooie rijfoto's maken met Jussie voor een superleuk nieuw project waar jullie binnenkort veel meer over gaan weten.
En toen was het zaterdagochtend. Wat een verhaal gisteren. Ik zal jullie het even heel kort vertellen. Oh, wat heb je een leuke stiekjes in je manen. Ik wilde gisteren nog even op gaan nemen wat er dus met Cas, wat eruit was gekomen. Toen werd ik dus gebeld door het vriendinnetje. Nee, door de moeder van het vriendinnetje waar Jolie aan het spelen was. Die had haar bril in de sloot laten vallen. Aangezien het kind niet zonder bril kan, dikke stress. Maar vandaag kunnen we terecht voor een nieuwe bril. En ze heeft nu een oude bril. Dat ze in ieder geval een soort van normaal uit de ogen kan kijken. Maar goed, Cas was, de dierarts was heel tevreden. Er zit nog heel klein stukje zwelling is te zien op de scan. Dus we doen nog 1 week rustig aan. En de zadelmaker die moet even komen. Want we rijden nu met hem met het zadel van Athos. Omdat er een zadel voor hem besteld is. Maar de dierarts wil eigenlijk pas gaan rijden weer. Op het moment dat het zadel... Oh ja, I love you. I love you. Op het moment dat het zadel helemaal goed is. Dus dat is even wat er dus met Cas is. Super positief. Alleen jammer dat we nog even een weekje moeten wachten. Dat is wel kloten, want dan staan we echt soort 3 weken stil. Qua training. Maar ja, alles voor zijn gezondheid. Ja. Het is woensdag. Nou, dit is super lekker weer. Ik doe dus vandaag eventjes nog een keer longeren. Omdat ik gisteren eigenlijk niet helemaal tevreden was. Onze communicatie was gisteren niet helemaal top. Dus ik wil dat eventjes vandaag toch nog een keertje doen. Ze hoeft niet net als gisteren enorm hard te werken. Maar ik wil wel gewoon graag dat als ik wil aandraven dat ze luistert. En als ik terug wil naar de stap dat ze ook luistert. Vanmiddag ga ik naar een superleuke cursus. En dan ga ik jullie het meenemen. Want ik heb er echt enorm veel zin in. Draf. Goed zo. En ho. Stappen. Goed zo, meisje. Braaf. Draf. Goed zo. En ho. Stappen. Heel braaf. Goed zo, meisje. Nou, het ging vandaag echt een heel stuk beter. En ik wil natuurlijk dit echt gewoon goed voor elkaar hebben. Omdat ik natuurlijk echt die goede afstelling met Just wil hebben. En dus niet dat ze onderweg, poep aan me heeft, is misschien een groot woord. Maar wel gewoon dat onze afstelling goed voor elkaar is. Dat we goed van elkaar weten wat we aan elkaar hebben. En dat er ook een goede samenwerking tussen is. Dus ik vind het altijd echt wel aan de launch ook heel belangrijk dat het niet is een dagje vrij. Dus een dagje voor jezelf een beetje dwaas doen. Dat mag wel even de eerste 5 minuten. Maar dat als er eenmaal gewoon geluisterd moet worden, dat er ook wel geluisterd gaat worden. Zeker omdat ik weet dat als het aan de lunch niet voor elkaar is, dan is het vaak onder het zadel ook niet voor elkaar. Dus daarom is dat natuurlijk echt mega belangrijk. Nou, Just is nu lekker aan het uitstappen. En dan mag ze straks even op stal. En dan haalt vanavond, als ik op de cursus ben, haalt iemand anders nog even lekker uit de stal. En die zet ze dan lekker los. En het is super lekker weer. Dus Justy blijft vannacht lekker zonder dekentje staan. Haar dekentje ligt over de stalrand. Dus vanavond doe ik ze wel om. Want vannacht wordt het gewoon weer 8 graden. Maar nu overdag kunnen ze heerlijk lekker zonder dekentje staan. Nou, dit is Rocky. Dit is mijn paard voor vandaag. En waarom is Rocky mijn paard voor vandaag? Wij zijn vandaag in Barneveld. En ik heb een kliniek houding en zit. Van Roos, die kennen jullie nog wel. We hebben een andere keer een houding en zit vlog gemaakt met Roos. Die zullen we even linken hierboven. En ik ben nu op een 3-daagse kliniek van Roos, waar vandaag de 2e dag is. Superleuk, we hebben net al zelf staand en met de bal heel veel geleerd. En nu gaan we het op het paard doen. Nou, dit was een mega leerzame cursusdag. Ik ben ondertussen weer lekker thuis. Het is al laat, want het is een lange dag, zo'n cursusdag. Ik ga snel slapen en tot morgen. Doei! Het is donderdag. Vorig weekend is de therapiebox hier geweest om de paarden helemaal door te lezen en door te meten. Het apparaat gaf reactie bij Just op haar sprongen. Dus we zijn nu even helemaal netjes ingepakt. En we gaan naar de dierarts om toch eventjes haar sprongen na te laten kijken voor de zekerheid. Ben je klaar voor? Kom maar. Kom maar. Snippie. Nou, we zijn op de kliniek. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ik ga natuurlijk expres naar de dierarts. Omdat ik eigenlijk better safe than sorry. Liever dat we nu het nakijken en dat we weten dat het niks is. Of dat we het misschien kunnen behandelen als dat ik wacht totdat ze er dadelijk geblesseerd aan raakt. Want dat zou ik mezelf niet kunnen vergeven. Ze mag van de wagen af. Beschermt ze af en dan gaan ze haar denk ik eerst eventjes op het harde beoordelen. Kom maar.
ijsje. We zijn weer lekker thuis. Justy is nog een beetje slaperig. Maar, oh Justy. Oh, zo ho, hè. Justy is nog een beetje slaperig, maar we hebben hartstikke goed nieuws. Want het zag er allemaal heel goed uit. Ze hebben haar heen en weer gestapt tegen draad. Ze hebben de buigproeven gedaan. Dus echt het spronggewricht op spanning gezet. Kijken of het gewricht daarop reageert. En daar reageerde het gewricht eigenlijk helemaal niet op. We hebben ze eerst op de harde volte gelongeerd, de zachte volte gelongeerd en nogmaals de harde volte gelongeerd. Daarna nog een keertje laten draven en de buigproeven nog een keer gedaan. Dus nog een keer weer dat gewricht op spanning een bepaald aantal seconden. Volgens mij, ik dacht 30 seconden. Dus ze zijn weer lekker aan het eten. Maar daar reageerde ze gelukkig helemaal niet op. Omdat er toch ietsje vocht in zit. In leek te zitten. Hebben we voor de zekerheid even foto's gemaakt. En echt tot mijn geluk is er op de foto's helemaal niets aan te zien. Het gewricht ziet er hartstikke mooi, schoon en gezond uit. Gewoon het gewricht van een mooi, jong, groot paard. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus we hoeven in de training niet anders te doen als dat we nu deden. Maar wel het vocht natuurlijk in de gaten houden. Als het aan blijft houden, dan moeten we misschien een keer een injectie geven. Of vochtafdrijvers voor in de sprong. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus heel erg blij met dit nieuws. En dus ga ik echt nu weer lekker de kleedje om. De bukkasbeschermertjes af. En dan mag je lekker naar bed. Mag je straks lekker buiten spelen. Yippie!